Minister van Defensie neemt nieuw militair systeem in gebruik. En nieuw café in binnenstad van Apeldoorn mocht niet open. Het nieuws uit Apeldoorn en de dorpen. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits. Op het Air Operation Control Station Nieuw-Milligen werd afgelopen woensdag een nieuw systeem in gebruik genomen, waardoor het luchtverkeer in het drukste deel van Europa veel veiliger geleid gaat worden. Het nieuwe systeem moest komen omdat het oude op was, gewoon aan het eind van zijn technische levensduur. Maar dit systeem heeft ook wel veel meer mogelijkheden, veel meer capaciteit, er kan gewoon veel meer aan. Dus het is ook echt een systeem wat op de toekomst en het ingewikkelder worden en het toenemen van het luchtverkeer gewoon nog steeds heel lang mee kan. We staan nu in Nieuw-Millingen bij het Air Operations Center. Wat voor de leek, wat doen we hier precies? Dit is het luchtmachtonderdeel wat zich bezighoudt met de militaire verkeersleiding en met de bewaking van het Nederlandse luchtruim, gevechtsleiding. Militaire verkeersleiding snap ik. En bewaking, hoe moeten we dat zien? 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wordt hier achter schermen, zoals u hier om u heen ziet, wordt het Nederlandse luchtruim in de gaten gehouden. En als er een niet geïdentificeerd vliegtuig of af en toe leest u in de media wel eens dat Russen even de randen van ons luchtruim komen verkennen. Dat wordt hier opgemerkt en van hieruit wordt er actie ondernomen. En dat kan zijn dat er dan F-16's de QRA gescrambled worden om daar naartoe te gaan. Over 4 jaar gaat deze locatie sluiten. En ik loop ver vooruit hoor, maar hebt u al ideeën waar het systeem dan naartoe gaat? Nee, dat hebben we nog niet. Daar zijn verschillende opties voor die we het komende half jaar willen uitwerken. Het kan zijn dat we de connectie in stand houden tussen verkeersleiding en gevechtsleiding. Dat ze mee verhuizen naar Schiphol. Maar er is ook een hele grote mogelijkheid dat we op een ander luchtmachtonderdeel gaan zitten. In het kader van het concentreren op zo weinig mogelijk locaties. En dat zou met de huidige technologie op ieder luchtmachtonderdeel kunnen zijn. De minister van Defensie, Janine Hennis-Plasgaard, nam het nieuwe systeem officieel in gebruik. U neemt vandaag een nieuw systeem in gebruik hier op deze locatie, een primeur voor Europa. En over 2018, over 4 jaar, gaat hij weer sluiten. We gaan de locatie sluiten, Nieuw-Millingen sluiten. Maar dat betekent niet dat we ook het systeem sluiten. We moesten een nieuw systeem in werking stellen, omdat het oude systeem simpelweg aan het einde van zijn technische levensduur was gekomen. En ten behoeve van de vliegveiligheid, in het belang van ons allemaal, hebben we gekozen om het systeem vandaag in de lucht te helpen. En dat is maar goed ook. Wat is er zo nieuw, zo uniek aan dit systeem? Het mooie van dit systeem is dat er meer dan ooit de civiele en de militaire luchtverkeersleiding gaat samenwerken. En dat is ook hard nodig, want allemaal blokjes in het luchtruim, daar heeft helemaal niemand wat aan. Dat komt niet ten goede aan de veiligheid, maar ook niet ten goede aan de efficiëntie. En dat is waar dit systeem een enorme bijdrage aan gaat leveren. Het is echt een heel mooi systeem en daar mogen we trots op zijn. Het enorme voordeel van het nieuwe systeem dat Shared Air Traffic Service System heet, is dat meerdere luchtverkeersleidinginstanties met exact dezelfde informatie en hetzelfde perspectief gaan werken. Dat is niet alleen efficiënter, maar ook een stuk veiliger voor het gehele verkeer in de lucht binnen het gebied Duitsland, Luxemburg, België en Nederland. Het nieuwe café Alehouse op het Katerplein in Apeldoorn zou afgelopen donderdagavond haar deuren openen. De gemeente stak daar echter een stokje voor. Meneer Van der Steen, wat is er precies aan de hand? We hebben een enthousiaste ondernemer gehad die een nieuwe zaak wou beginnen aan het Katerplein. Zijn streefdatum was 3 oktober open. Helaas konden we daar niet meegaan. We hebben ons best gedaan. We hebben wijze van spreken het formulier al voor hem ingevuld. Maar we zaten nog op informatie te wachten. Dus hebben we gisteren ook de ondernemer moeten verzoeken om niet open te gaan. Ruud, wat is er precies aan de hand? Wat is er aan de hand? Jeetje, ja. Het kan niet in 2 zinnen hoor. Wat is er aan de hand? Wij zijn hier, ik ben hier zeg maar een nieuw café beginnen. Begonnen op het Katerplein met mijn 2 collega's van de overkant. Bram en Gert. Keurige vergunning aangevraagd. 11 september de stukken daarvan ingeleverd. 1 september zijn we hier eigenaar van geworden. Dus dan gaat er wat tijd omheen voor het huurcontract te tekenen, dat soort dingen. Dus 11 september het huurcontract ingeleverd en dan ga je de molen in bij de gemeente. Hard gewerkt om binnen 4 weken toch wel na een datum toe te werken, binnen 4 weken open te kunnen. Dat is gelukt. Maar helaas waren we wat de dingetjes vergeten.
in te leveren, zeg maar, in te leveren bij de gemeente. Dus vandaar dat we geen vergunning kregen om gisteravond open te gaan. Dus gisteren mochten jullie niet open? Nee, absoluut niet. Nee, op last van een dwangsom. Er is heel wat heen en weer gebeld en gepraat. En wethouders en zelfs de burgemeester schijnt zich daarmee bemoeid te hebben. Maar we voldeden niet aan de regels. Ja, en dan houdt op. Een formele kwestie. Hoe komt het dan dat die papieren niet in orde waren? Deels ligt het aan onszelf. Deels ligt het denk ik aan het hele rijlen en zeilen van het aanvragen van een vergunning. Daar staat een bepaalde periode voor. Wat ik gisteren in al mijn emoties zei, dus daar moet je dus rekening houden als ondernemer voor die periode. Dat je dat meeneemt in je begroting. Dat het maar zo kan zijn dat het 8 weken duurt voordat je een drank- en horecavergunning krijgt. En dat je dus 2 maanden huur eigenlijk voor niks betaalt. Dat je die meeneemt in je investering. Dat hadden wij niet op gerekend, zeg maar. Dus ja, dat doet het erg pijn. Hè? En een pijn met name in je portemonnee in dit geval. Gisteren mocht hij dus niet open. Alleen Ruud is wel een bekende ondernemer in Apeldoorn. Kan de gemeente dan niet zeggen van joh, je hebt ons vertrouwen, want je hebt je al bewezen? Dat is lastig. Dit zijn geen lokale regels. Het zijn gewoon regels vanuit het Rijk. En het is een bekende ondernemer. We weten ook dat hij heel enthousiast is. Daarom hebben we ook met hem proberen mee te denken. We zijn zelf ook achter hem aan gaan lopen, bij wijze van spreken, van joh, kom met die informatie. We weten graag dat je hem 3 oktober open wil. En daarnaast, we hebben gewoon met rijksregels te maken. Die moeten we gewoon volgen. En daarnaast hadden we gewoon het verzoek van de horeca om dit soort dingen niet toe te staan. Dus als een ondernemer open wil en hij heeft geen vergunning, dan vraagt de horeca hier van ons gewoon om te handhaven. Vind je het dan niet jammer dat de gemeente op die manier je belemmert in het opengaan? Ja, dat vind ik wel jammer. Wat een tijdelijke oplossing had wel gekund volgens mij in deze. Naar mezelf kijkend, naar Bram en Gert kijken. We zijn bekend bij de gemeente. Het is een bekend pand. Nou, het Katerplein, zoals we wel kennen, het loopt toch wat achteruit. Hè? Dus we hebben wat koppen bij elkaar gestoken en we zijn initiatief. We gaan een nieuw café beginnen. Dus had ik wat meer krediet gerekend in dit hele verhaal. Ik snap wel, formaliteit is formaliteit en regels zijn regels. Alleen ik had iets meer verwacht in een tijdelijke oplossing. In de zin van, oké, ga tijdelijk open. Totdat we daadwerkelijk de spullen rond hebben. En die moet je dan morgen voor 11 uur komen brengen, verwijzen van. En dan gaan we er alsnog weer een keer naar kijken. Dus dat deed wel erg, dat was teleurstellend. Wanneer het nieuwe café nu open gaat, is nog niet bekend.